Digitale agenda gaat over een economische opportuniteit. Een mogelijkheid om economische groei te hebben en natuurlijk ook om jobs te creëren. Wat wij moeten doen als overheid is het juiste kader creëren waarin die digitale evolutie kan plaatsvinden. Een van de elementen natuurlijk is een telecommarkt waar er veel innovatie is, maar er ook voldoende concurrentie is. En daar gaan we zeker maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat die innovatie aan de scherpst mogelijke prijs bij de klanten kan komen. Vooral in de zakelijke markt denk ik dat er wel marge is om die concurrentie opnieuw aan te scherpen. Wij werken ook handsluik rond e-government. Als je als overheid zegt, ja, digitaal is belangrijk, ja, dan moet je het goede voorbeeld geven. En de doelstelling is om tegen 2020 ervoor te zorgen dat digitaal de default optie wordt. De basisoptie van interactie met de overheid. En dat zal zich bijvoorbeeld ook vertalen naar het gebruik van elektronische facturatie. Elektronische facturatie wordt vanaf volgend jaar de standaard naar de overheid toe. Dat is een enorm potentieel aan kostenbesparing voor zakelijke gebruikers.